We staan hier op een veld wat voor ons de toekomst is. Het is dus heel belangrijk dat het hier goed weggroeit. En daar heb ik heel veel plezier in. Ik loop er alle dagen eventjes doorheen om te kijken of het goed gaat. En alle keren ben ik trots dat het er zo goed uitziet. En zo hebben we er dus 7, 8 soorten hier staan. We hebben er ongeveer totaal ruim 100. Maar dit vinden we echt het mooiste wat we hebben. Het staat ook op een apart stukje. Speciaal uitgezocht. Het moet goed ontwaterd zijn en de voeding, alles moet top wezen. Wil je goede bloemen telen, moet je, de grond is gewoon de basis waar het op moet groeien. Dat is het belangrijkste. Mijn vader heeft het bedrijf gekocht in Bennebroek in 1949. Woonden we in Zwaagdijk en in 1962 heeft mijn vader daar zijn huis gebouwd. Waar ik inmiddels nu in woon. En in 1986 zijn we met pionrozen begonnen. Nou, als je daar één keer in begint... Het is net opium, je wil er al meer van. Het is een super teelt. Er gaat veel geld in zitten, maar je hebt zoveel bevrediging in de kleuren en de mensen die wat willen kopen. Dat is top. De jonge generatie, dat zijn mijn kleinkinderen, die zijn alweer even enthousiast. Ik heb een kleindochter die heeft aan de zijkant de eerste regeltjes pioenroos al. Wat ze ook helemaal zelf moet verzorgen. Ook betalen. Ja, dat gaat niet voor niks. En mijn kleinzoon begint er ook al in. Die heb aan de buitenkant heb je al 14 regels van 2 soorten. En zegt hij tegen zijn vader, pap, die wil ik ook. Ja joh, maar daar zijn deuren, mij wil sparen. Ja, zo gaat dat. Dus ja, automatisch als je op zo'n bedrijf werkt waar goed loopt, dan raak je zelfs je medewerkers nog enthousiast. We hebben een groep Poolse werknemers, al een jaar of 10, en die zijn nu ook begonnen. Dus afgelopen voorjaar zijn we erheen geweest, hebben we 2 hectare pioenrozen daar geplant in Polen. Gewoon voor de werknemers. Ja, dus ook een beetje sociaal werk doen we. En als je dan deze bloemetjes ziet, hier gaat het om.